Alles afgevinkt? Ja. Ja. Nou, we gaan met 2 Korinthe 13. Ja, 2 Korinthe 13 verder. 2 Korinthe 13. Maar dat zijn we, ja, misschien vandaag en anders volgende week, maar dan... En dan gaan we daarna door naar Galaten. Maar we gaan het niet haastig afmaken. We gaan wel alle versen nog afmaken. En ik ben vorige keer gebleven in vers 9. En toen hebben we gesproken over de volmaking. Ja? Wij zijn volmaakt en toch roept Paulus ons op om volmaakt te worden. En in vers 10, daarom schrijf ik afwezend deze dingen, opdat ik niet tegenwoordig zijnde strengheid zou gebruiken naar de macht die mij de Heer gegeven heeft tot opbouwing en niet tot nederwerping. Laten we eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken. Dank u, Vader, voor uw woord, Vader. Dat het ons mag versterken en verkwikken, Vader. Het zal ook ons ook corrigeren, want we zijn toch mensen met een zondige natuur, Vader. En we gaan zo ook wel eens onze eigen weg. En dat we een open hart hebben, Vader, om... Als dat ook nodig is, ons ook laten vermanen, ook laten corrigeren, waar het niet goed is. En dat vraag ik voor ons allemaal, Vader, dat we ook die verlichting mogen hebben in Christus' naam. Amen. Nou, en in vers 9, wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en gij sterk zijt. Ja, dus Paulus zegt, mij zwak zijn. Nou, als Paulus spreekt over zwakheid, ja, je kan op verschillende manieren zwak zijn. Je kan lichamelijk zwak zijn, bijvoorbeeld. Je kan in omstandigheden zijn dat je zwak bent. Toont, ja, omdat je in een gevangenis zit, ja, dat is geen sterke positie. Wij zeggen wel eens over het zwakke geslacht. Nou, dan denken we allemaal al gelijk aan vrouwen dat zeggen. Maar Peter zegt over het zwakke, ja, maar dat bedoelt hij, het in positie. Niet dat ze minder is, maar je man is het hoofd en de vrouw is, Paulus zegt, het lichaam. Ja, in die zin bedoelt hij dat, niet dat ze zwak is. Ik bedoel, een hele sterke persoonlijkheid. Een vrouw die is dan toch in die positie van wat Petrus noemt de zwakke. Ja, het is geen waardeoordeel wat hij uitspreekt daarmee. Nou, en hier zwakke ook. Ja, je kan geen lichamelijk zijn. Je kan een heel sterk karakter hebben. Of een karakter wat, ja, dat zeggen misschien zwak. Maar het wordt vaak verkeerd uitgelegd. En de een kan veel meer hebben als de ander. Maar Paulus spreekt hier over wanneer wij zwak zijn. En bedoelt hij... In die omstandigheden van de vervolging, van de verachting en dat ze naar onderzoek naar hem doen en wat hij allemaal meegemaakt. Wij zijn als afschrapsels deze wereld, zegt in 1 Korinthe 4, ja? Nou, dat is niet bepaald dat je zegt een sterk iemand, als je het zo zou uitleggen. Het toont, en het is ook zo, in een zwakke positie. Afschrapsel, nou, ik wil geen afschrapsel zijn. Waarom niet? Ja, daarom niet. Dat wil ik niet. Ik bedoel, ik wil geen afval zijn. Maar Paulus zegt, ik verblijd ons. Waarom? Dat heeft te maken met die waarheid. Kijk, ten opzichte van jullie, hoezo? En dat gij sterk zijt. Sterk, wat? In het geloof. Romeinen 14 spreekt hij over broeders die zwak zijn en sterk zijn. Dan heb je dus te maken met mensen die sterk zijn in de leer. En je hebt mensen die zijn nog zwak in de leer. Die komen net kijken, om het zo maar te zeggen. Dat is Romeinen 14. En hij zegt, we moeten elkaar ook aannemen. Wij die sterk zijn, moeten... De zwakke aannemen. En heb je ook de zwakke persoonlijkheden. Maar die geestelijk gewoon sterk zijn. Ja? Altijd de wil van de Heer zoeken. We zijn niet allemaal een koning David bijvoorbeeld. Ja? We hebben allemaal verschillende mensen. Toch kan je sterk in het geloof zijn. Maar toch ja, in bepaalde dingen toch zwak zijn. Maar Paulus spreekt hier over sterk, dat zij sterk zijn. Hè? Het gaat over het onderzoek, maar sterk in het geloof. Sterk in de leer, met andere woorden, dat jullie mij volgen. Ja? En wij wensen ook dit, namelijk ook dit, u volmaken. Dus niet alleen dat, maar dat jullie ook gaan groeien. Daarom schrijf ik, afwezend deze dingen, opdat ik niet tegenwoordig zijnde strengheid zou gebruiken naar de macht die mij de Heer gegeven heeft... Tot opbouwing en niet tot nederwerping. Je ziet Paulus, aan hem is wel macht. En wat is macht? Autoriteit gegeven. Ja, ja, hij is de apostel van de heidenen. Hij heeft het evangelie van de verborgenheid heeft hij ontvangen van de Heer Jezus Christus. En hij alleen weet dat. Alleen aan hem is het geopenbaard hoor. Dat is toch ook logisch. Dan heb je toch ook de autoriteit.
Wie weet het dan beter? Paulus. Maar hij heeft die brief geschreven, want hij wil namelijk niet zozeer... Kijk, je zou kunnen zeggen in vers 10, als vers 6 en 7, hè, dat onderzoek, hè, dat ze een onderzoek naar hem doen. En hij zegt, niet zozeer dat wij beproefd, dat wij goed uit de test komen, want dat kan niet anders. Als je naar Paulus kijkt, dan weten wij ook, wij zeggen wel eens, er is geen spel tussen te krijgen. Je kan geen kant op, Paulus is gewoon een apostel nu. En hij is de autoriteit voor mij. Dat kan niet anders. Maar hij zegt, het gaat mij niet om dat ik zo dat ik... Nee, het gaat om, maar ik wil zo graag dat jullie het goede gaan doen. Ja? En dat jullie volmaakt worden. Het gaat niet zozeer dat ik mijzelf zal bewijzen. Kijk, als ik dus goed uit de test kom, en als jullie het eerlijk doen, dan is dat ook zo. Wij hebben zijn brieven. Wat is dan het resultaat? Dan hoeft Paulus namelijk geen strengheid te gebruiken. Want wat krijg je dan? Kijk, in hoofdstuk 7... Dat is wat, dat is eigenlijk wat de brieven moeten doen in ons. Het mooiste is gewoon dat iemand, een voorganger, het woord kan leren en niet hoeft te vermalen. Dat woord dat gedaan heeft. Dat je het zelf vanuit het woord ziet. Kijk, want in 2 Korinthe 7 vers 8 zie je, want hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, dat was in zijn vorige brief, het berouwt mij niet, want hij heeft ze daar vermaand. De man die leefde met zijn moeder, de vrouw van zijn vader. Er waren rechtszaken, allerlei andere dingen. Het berouwt mij niet, hoewel het mij berouwd heeft. Natuurlijk, ik heb geen spijt van, ik heb het geschreven. Ik moest het schrijven, maar ik vond het eigenlijk niet fijn om te schrijven natuurlijk. Het is niet leuk om mensen te vermalen. Want ik zie dat dezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd u bedroefd heeft. Kijk, dat is het effect. Dat het woord... De zendbrief is het woord van God dat effect heeft. Kijk, in vers 9, nu verblijd ik mij niet omdat gij bedroefd zijt geweest. Nee, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Niet gewoon iemand even lekker de waarheid zeggen. Ja? En hem even flink invrijven. Nee, dat is om hem tot bekering te brengen. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij geen ding schade van ons geleden hebt. Niet van ons, maar het is een bekering, het is een bedroefenis naar God. Dat is wat het woord van God moet bewerken in jou. Je ziet het ook. Naar God. Bedroefd tot bekering. Dat is wat die brief van Paulus heeft bewerkt bij hun. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt een dood. Dus de brieven van Paulus brengen een bekering en als het goed is een onberouwelijke bekering. Dat betekent onberouwelijk, niet dat het over 10 jaar blijf ik maar met die zonde weer, het is fout en het blijft er maar mee doorgaan. Ja? Een onberouwelijke bekering tot een zaligheid, tot redding daarvan. Ja? Laten we zo zeggen in zijn algemene zin, tot de kracht van de zonde, ja, dat die gestopt wordt. Op dat punt bijvoorbeeld, waar het om gaat. In dit geval gaat het hier om de rechtszaak of over 1 Korinthe 5. Ik zelf denk dat het hier over die rechtszaak gaat. Maar goed, in ieder geval, daar gaat het om. Dat is zo mooi als je terug naar 2 Korinthe 13 gaat. Dat Paulus zegt, ja, ik wil liever die strengheid niet gebruiken. Want ik heb wel die macht. Maar de brief zou op zich genoeg moeten zijn. Waarvoor lees je anders de Bijbel? Alleen om kennis op te doen? Of wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed? Al de schrift van God gegeven tot lering, maar ook tot wederlegging. Ja, en weerlegging en begin met een V, hè? Ik kan niet opkomen. Verbetering, juist. Verbetering en wederlegging. En dat heeft met corrigeren te maken. Daar is het woord van God voor. Nou, en dat is wat Paulus natuurlijk veel liever heeft. Want hij wil niet zo, hij hoeft zich niet zo te bewijzen dat hij sterk is en dat hij de autoriteit is. Als je iemand bent die macht heeft, dan is het eigenlijk dan is dat dienend. Niet om een dictator te zijn. Want dat is ook wat hij in 1 vers 27, 25 zegt. In 1 vers 24. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof. Paulus heeft autoriteit. Maar het gaat niet om dat hij heerschappij voert. Wij hebben ministers in de regering. Nou, dan kan je ook zeggen, ik ben minister en ik... En ik doe wat, ze moeten naar mij luisteren en dit en dat en dat. Nee, hij is minister, dat betekent dienaar. Een dienaar van het volk. Dat is die.
Hij is er, als het goed is, ten goede voor mij is hij daar. Moet hij mijn belangen dienen. Dat gebeurt wel niet altijd, maar ja, maar zo is het. Dus Paulus zegt, nee, ik heb geen heerschappij over uw geloof in 1 vers 24, maar wij zijn medewerkers. Medewerkers, zij hebben hetzelfde niveau. Ja, dus niet zo'n hiërarchie. We hebben wel ouderlingen en diaken in de gemeente, maar uiteindelijk, we zijn allemaal hetzelfde. Ja, niet één is meer of beter dan de ander. Hij zegt, ik ben een medewerker van uw blijdschap. Want hij staat door het geloof. Dus terug, als hij zegt, en als hij in 12 vers 10 dus staan, die mij de Heer gegeven heeft tot opbouwing. En niet tot nederwerping. Daar gaat het om. Houd de opbouwing. Hier zien we het woordje opbouwing staan, ja? Dat we worden opgebouwd. Gesticht, dat is opbouwing in het geloof. En niet tot nederwerping. En dat heb je natuurlijk onder de wet, hè? Dan ben je natuurlijk altijd, kom je altijd tekort. In feite, dan faal je altijd weer. Dat is met de genade. Wordt volmaakt. Wordt opgebouwd. Dus voorts, broeders, vers 11. Zij blijden. Nou ja, inderdaad. Wees blij. Je ziet in het vers ook staan, hè? Zij het blijden. Wordt volmaakt. Zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede. Er staat alleen bij volmaakt zie je wordt staan. Wordt. Kijk, zijt blijde, dat is gewoon, ik ben in een staat van blijdschap, ik ben blij. Of zijt getroost, hè? Ben ik getroost door het woord? Dat is een staat waarin je verkeert, ik ben getroost. Maar ga nooit zitten in je stoel van, nou, ik ben volmaakt in mijn doen en laten. Ik ben er al, ik weet het allemaal al en... Nee, dat is nou wie mee te staan, zie toe dat hij niet vallen. Volmaakt is, dat zal je nooit in dit leven bereiken. Gelukkig, ik ben blij dat hij hier staat. Als zij inderdaad op een gegeven moment kunnen krijgen van, nou ja, goed, hoogmoed, ja, van, nou jongens, nee. Het blijft, wordt volmaakt. Nooit, wees volmaakt. Dat staat er niet, hè? Wees volmaakt, zijt volmaakt. Want dat zijn we, ja, in Christus zijn we dat positie. Maar in wandel, dat staat er niet, dat ben je niet. Dus het blijft altijd een worden, dus blijf jij maar goed met je beide benen op de grond staan. Ja, er is voor hoogmoed echt geen plaats in dit geval. Want het blijft altijd een proces van worden en nooit van zijn. Dat is alleen in Christus. En er is er één die dat altijd is, dat is Christus. Zolang wij onze zondige natuur hebben. Dus mensen die onder de wet willen leven, ja, nou hoe die dat willen doen. De wet is alleen goed voor degene die geen zondige natuur hebben. Dus ja, dat ga je nooit redden. He? Wees volmaakt zoals ik volmaakt ben, zegt hij tegen Israël in de evangelie. Ja? Ik ben blij dat ik het in positie ben, dat hij mij in Christus zo ziet. En dat ik gewoon, dat Paulus tegen mij zegt, word volmaakt. Ja? Als zou ik de wet zegt. Wat zegt de wet? Wees volmaakt. Je moet volmaakt zijn. En ik weet, ik leef onder genade, ik heb mijn zondige natuur toe nog. Maar het is niet zo van, wees tevreden. Nee, ik ben tevreden in hem, maar blijf wel zo. De opdracht is, word volmaakt, is een proces. Nou, en kijk, in 1 Korinthe 14 vers 20. We gaan verder volmaaktheid niet behandelen, dat hebben we vorige keer al gedaan. Maar nogmaals, dat vers even. Dat heeft met volwassenheid te maken. Broeders, word geen kinderen in het verstand. 1 Korinthe 14 vers 20. Maar zijt kinderen in de boosheid en wordt, hier hebben we weer, wordt in het verstand volwassen. Word ik dat? Dat is een geestelijk iemand. En wordt in je verstand, het geestelijk verstand. Dus dat verstand, dat moet verlicht worden, dat moet een geestelijk verstand zijn. Ja? Want wij hebben een verduisterd verstand. Wij hebben een verstand in de boze werken, laatst in het eerste gedeelte in Colossenzen 1 vers 20. Nee? Wordt in het verstand volwassen. Zie je? Een volwassen iemand. Dus. Oké. Okay. En dan zegt hij in 1 Korinthe 11 vers. 2 Korinthe 13 vers 13. Vers 11. Hè? Zijt getroost. Tegen de Korintiërs. Zijt getroost. Nou, je ziet het is een brief met vermaningen. En ook de eerste brief, hè? Maar hij begint in zijn brief, de tweede Korinthebrief, begint hij ook met de vertroosting. Hè? De God van alle vertroosting, die ons vertroost heeft met alle vertroostingen in Christus, als ik het goed zeg uit mijn hoofd hoor. 2 Korinthe 1 vers 4, dus hij begint met de vertroosting.
En dan komen al die vermaningen. En zijn apostelschap dat hij moet bewijzen. En dat ze hem beschuldigen en dat ze zeggen hij is dit en dat. En dan eindigt hij ook weer. Zijt getroost. En hoe? Nou, Paulus spreekt in het begin van zijn brief dat hij is vertroost in al zijn verdrukking in vers 4. Zodat hij kan vertroosten, staat er, degene die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Dus als hij zegt, zijt getroost, hoe doe je dat dan? Waar word ik mee getroost? Kijk in de wereld. Waar wil men de mensen mee vertroosten? Ik las net vanochtend een stukje in de krant. Er kwam weer een of andere cursus voor mensen die onzeker zijn. En dan, nou, dan gaan ze dat met de wereldse dingen, gaan ze dat, moet jij dus zeker worden. Ik heb zekerheid sinds ik in de Heer ben, ja? Sinds ik de boodschap ken. Maar ik heb ook de vertroosting, niet van de wereld. Dat kan mij niks brengen. Maar de vertroosting, Paulus zegt, dus hij kan ons vertroosten met de vertroosting waarmee hij vertroost is geweest in die verdrukking. Dus waar moet ik zijn voor mijn vertroosting? En de Korintiërs, bij Paulus. Want je ziet ook in vers 5, gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons. Alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Dus ja, daar moet je zijn. Dus aan het eind van zijn brief, zijt getroost, daar moet je zijn, Korintiërs. Want we hebben allemaal troost nodig. We leven in een zondige wereld, het is de jungle, zo is het fijn, maar zo meteen dan ben je weer aan je werk, ben je dat en dat en je maakt weer van alles mee. En het gaat niet allemaal, het is niet allemaal een roze geur en maneschijn voor een gelovige. Want wij zuchten ook in het lichaam, net als de wereld. Wij hebben ook te maken met de wereld die in onder de vloek ligt. En in de zonde en onrechtvaardigheid. En ons kunnen ook allerlei dingen overkomen. Dus wij hebben gewoon troost, ook troost nodig. Maar die troost hebben wij in Christus. En bij de apostel Paulus vinden we dat. En dan zijt eensgezind. Nou, dat is wel een goede vermaning hoor. Wij zijt eensgezind tegen de Korintiërs. Maar dat waren ze niet. Want ik ben van Paulus, ik ben van die, ik ben van die, ik ben van die. En er waren rechtszaken. Is dat een eensgezindheid? En 1 Korintiërs 3 vers 3 spreekt heel duidelijk over dat als er is nijd en twist onder jullie, zijt gij dan niet vleeselijk? Dat in 1 Korintiërs 3 vers 3. Dan ben je vleeselijk. Dus als je dat soort dingen ziet in een gemeente, of met wie je een relatie hebt bijvoorbeeld, en je ziet dat allemaal, dat zijn vleeselijke dingen. En dan is er dus geen vrede. Maar hij zegt, leeft in vrede. Dat is, leeft tegenwoordige tijd. Dit moet zo niet zijn. En wij hebben zijn brieven daarvoor. Kijk even met mij in Romeinen 12, vers 17. Romeinen 12, vers 17. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen. Alle mensen, dat is inclusief de broeders en zusters natuurlijk. Ja? Dat is de opdracht van ons, ja? Sowieso, ga niet vergelden met je broeders en zusters. Paulus zegt in de Filippenzen ook tegen, ga je mijn oprechte metgezel, wees deze twee vrouwen behulpzaam, want er is geen eensgezindheid tussen die twee. Dat is, hoort niet. Wij zijn toch, we moeten elkaar verdragen, we zijn allemaal verschillende mensen, maar we zitten wel in datzelfde lichaam. Eens, wees eensgezind, leeft in vrede met elkaar, in plaats van, kijk net zoals de Galaten, indien gij elkaar verbijt en vereet. Kijk maar even in Colossenzen. Colossenzen 3 vers 12. Dit is het. Zo doet het aan, je moet het aandoen. Je moet het aandoen. Want wij hebben dat van nature niet. In vers 5 zegt hij dat wij die leden moeten doden. Dat was ik in mijn verleden tijd. Ik was zo. Maar ik ben nu in Christus. Dus heeft Christus ooit, toont die gramschap aan mij nu? Ja? Of in vers 8? Of is die toornig op mij? Doet die kwaadheid naar mij? Doet God dat mij? Lastert hij mij? Spreekt hij vuil over, komt een vuile ding uit zijn mond? Liegt hij tegen mij? Ik ben in Christus, hè? Dus hoe kan het dan zo zijn dat als ik in Christus ben, dat ik dat soort dingen wel doe?
Ja, dat was zo, maar Paulus zegt nu, nee, dat moet je doden. Want kijk in vers 12, je doet dan aan, je bent een uitverkorene van God, je bent een heilige en een beminde. Een heilige die kwaadheid spreekt, die lastert, vuil spreekt uit zijn mond. Nee, nee, dat moet je afleggen. Kijk, de innerlijke beweging moet je aandoen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, allemaal heitjes. Dat moeten wij aandoen als uitverkorene Gods. En dat is het leven, het nieuwe leven van mij in Christus. Dat is wat de genade van Christus in mij moet doen. En dat doet de wet niet. Verdragen elkander en vergeven de een de ander. Kijk, dat is leeft in vrede. Dat wil niet zeggen dat je nooit eens wat hebt, maar juist als dat is, dat je dit toepast. Verdragen elkander en vergeven de een de ander. Zo iemand tegen iemand enige klacht heeft gelijkerwijs. Kijk, dan maakt hij de vergelijking weer, zie je het? Als Christus u vergeven heeft. Ik ben in Christus. Christus heeft mij vergeven. Heb je het weer? Hoe kan het dan zijn dat ik een onvergevende geest heb, dat ik iemand niet vergeef? Dat kan gewoon niet. Daarom doet ook gij al zo. En boven dit alles doet aan de liefde. Zie je het? Uiteindelijk is dat het doet aan de liefde. Welke is de band der volmaaktheid? Nou, dan zie je de vrede van God heersen in uw harten. Tot welk gij ook geroepen zijt in één lichaam. En wees dankbaar. Nou, als je dat is het. Het leven in vrede met elkaar. Maar dat begint dus wel bij jou. Wij kijken natuurlijk gauw naar die ander. Maar zo is het niet. Het zijn opdrachten aan jou. Die jij moet doen. En dat is het leven in vrede. Want wij hebben een tegenstander, ja? En die heeft listige omleidingen. Zegt Paulus, hè? Wordt gesterkt in de genade en in de sterkte zijnde macht. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. En als je zulke strijdingen hebt, ja? We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de macht en de overheden. En er is maar één ding wat de boze wil, dat is deze boodschap van genade geëlimineerd wordt. Dat kan dus op bepaalde manieren, dus dat je de werk aan de boodschap toevoegt, dus dat er lering in de gemeente komt, waardoor de leer helemaal besmet wordt. Ja? En dat het niet meer een zuiver evangelie is. Of de broeders en zusters, dat die tegen elkaar, en dat op een gegeven moment er verdeeldheid komt. Caesar zei al, verdeel en heers. En diabolos, ik ben geen expert hoor in dat, maar ik heb begrepen dat is diabolos, diabolo, hè? Is toch dat werk? Gooien en dan valt zo'n ding en dan, maar dat is, je gooit ergens in, net zoals bijvoorbeeld staan kegels en je gooit er een bal tegenaan en dan gaat alles, valt uit elkaar. En dat is diabolos, dat is de duivel, ja? Dat is wat hij doet. En dat doet hij door middel van leringen en dat de mensen natuurlijk in onvrede met elkaar leven, dat er verdeeldheid komt. En dan is de vrede weg. Want ja, we hebben ook gezien, de vijandschap is weg door het evangelie wat Paulus verkondigt tussen Jood en Heiden. Maar als je natuurlijk de leer gaat veranderen en je maakt weer onderscheid, dan komt allemaal weer verwarring. Met alle gevolgen van dien, kijk bij de gelaten. Ik zou zeggen, daar gaan we natuurlijk, ik ga zo meteen met de gelaten beginnen. Maar je ziet het zowel bij de Corinthiërs als bij de gelaten. Verwarring, vleeselijke toestanden. Als gevolg van het verlaten van de waarheid. Goed, dus als we teruggaan naar Colossens, of ik zeg het goed, 2 Korinthe 13. En zo werkt dat, hè? Er zijn gewoon bepaalde formules eigenlijk. Dat hij zegt ook aan het eind van het vers. Dus dit zijn opdrachten eigenlijk, hè? Of eigenlijk zijn het. Zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost. Zijt eensgezind, leeft in vrede en dan, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Dus leef met elkaar in vrede en de God des vredes zal met u zijn, niet zal in u zijn. Ja, nee, want dat is hij namelijk altijd. De God des vredes, zie je, dat heeft niet met mijn, wat jij ook net zei, ja, nou dan dacht ik, ook ben geweest en nou is God weer blij met mij. Dus de God des vredes is met mij, toch? En als je dat niet is, dan ja, nou, hoe dan, hè? Zo zit dat, hè? Maar nee, de God des vredes en liefde is altijd is in mij. Ik ben in de gemeenschap van zijn zoon. Maar er staat hier, de God des vredes zal met u zijn.
ja, dat wil zeggen, wat wil dat nou helemaal zeggen? Dat betekent, dat is het resultaat dat God werkt en produceert zijn vrede en zijn liefde in mij en dat het ook werkt in mij. De bekende tekst, het geloof dat ook werkt in u die gelooft. Nou, als je dit kijkt met de Korintiërs terug, daar ging het om. Geloof je dat Paulus je apostel is? Geloof je dat wat hij verkondigt dat dat voor jou is en dat je dat moet gehoorzamen? Dan zie je, dan werkt het ook. Maar doe je het niet, kijk, het resultaat zie je in de Korintiërsbrief, 2 brieven. Kijk naar de Galaten, wat er allemaal gebeurt. Dus het werkt niet. Geen liefde en geen vrede. Nee, die werkt met ons. Hij produceert dat in ons. Hij zal ook in ons werken. Als wij ook in het geloof, in gehoorzaamheid, dus geloofs aan de apostel Paulus wandelen. Dan zie je het heel duidelijk gebeuren. Afgelopen woensdag hebben we het ook gelezen. God, het is God die, wat werkt in mij? Het willen en het werken. Dus als hij dat werkt in mij, dan produceert hij dus iets in mij. En dat is het geestelijke leven. En dat is, ja, vrede en liefde. Die God, die is dan met mij. Dan word ik gesterkt en gedragen. En dan heb ik ook de vrede van hem in mijn hart. Nou, dat hadden zij niet. Dat kan je duidelijk zien, dat ze dat niet hadden. Absoluut niet. Dus je neemt het woord en je past het toe in je leven. En dan zal hij ook werken in mij. Dat is het hele simpele formulier. We zeggen wel eens, lees wat er staat, geloof wat er staat, dan heb je wat er staat. Of dan krijg je wat er staat. Dat is de formule in feite. En dat is de God is vrede, zal dan met u zijn. Maar je moet het dus in zijn context lezen. Dat heeft niet met onze behoudens te maken. Maar Paulus heeft hier over zijn apostelschap, wat hij met hun moet verdedigen. En als ze dit nou allemaal gehoorzamen, dan zie je dat resultaat. Nou, en dan kom je in vers 12. Groet elkander met een heilige kus. U groeten al de heiligen. Groet elkander met een heilige kus. Wat is dat nou? Wat bedoelt hij daar nou mee? Groet elkander met een warme kus. Ja? Of een warme handdruk. Ja? Fijn, weet je, fijn dat je er bent. Een warme, hè? Is dat het? Een heilige kus, dat heeft vooral te maken met een oprechte kus. Ja? We kunnen allemaal toneel spelen. Je zegt, kom wel eens iemand tegen, hoe gaat het met jou? Goed hoor. Ja, en dan ben je hem voorbij en dan is die lach weer weg. Je zegt het gewoon, maar... Maar denk bijvoorbeeld aan Judas. Dat was een Judaskus. Was geen heilige kus. Geen oprechte kus. En dat is met de Korintiërs natuurlijk. Er was verdeeldheid. Er was vijandschap. Er was van alles aan de hand, ja? En toch komen ze bij elkaar. Hoe gaat het jou? Fijn en goed hoor. En Filippeens ook, hè? Die twee zussen zaten in de gemeente met elkaar. Ik weet niet hoe ze heten, maar hoe gaat het? En ja, de een zit daar en de ander zit daar. Ja, en dan kom je binnen. Nou ja, oké, dan geef ik een hallo, zo. En dan, maar er is geen. Dus dat is dan wel een hand, of daar gaven ze elkaar dan een kus. En wij zeggen, wij in Nederland doen dat niet. Maar ja, kijk, in België bijvoorbeeld doen ze het dan weer wel. Geven de mannen elkaar ook allemaal een kus. Ik dacht vroeger in Rusland. Heb ik een paar keer wat op televisie gezien. Met dat ook daar gewoon bijvoorbeeld ook gebeurt. Maar het gaat niet om die kus. Ja? Slanswijs, slanseer. Ik bedoel, wij geven een hand. Dus laat het een oprechte hand zijn. Kijk bijvoorbeeld even naar met mij in het Oude Testament. Naar 2 Samuel 15. 2 Samuel 15. Kijk, in de wereld zie je heel veel. In religie wordt er ook heel veel gekust, hè? Ik zie als dit vaak. Zie je dit, hè? Dit. Of een beeldkussen. De paus. Kussen. In de religie wordt heel veel gekust. Maar in 2 Samuel 15 vers 4, dan hebben we het over Absalom. En nou, daar heeft David heel wat mee te stellen gehad. En Absalom, die heeft een samenzwering tegen zijn vader. Wat wil die? Hij wil gewoon de macht overnemen van zijn vader, die is koning. En 2 Samuel 15 vers 4, wat zien we daar staan? Voort zeide Absalom. Och, dat men mij ten rechter stelde in het land. Dat alle man tot mij kwamen die een geschil of rechtszaak heeft, dat ik hem recht spraak. Zie je het? Dat ze allemaal naar mij toe komen en niet meer naar mijn vader.
Het geschiedde ook als iemand naderde om zich voor... En dus er kwamen mensen naar hem toe. Om zich voor hem te buigen. Zo reikte hij zijn hand uit en greep hem en kuste hem. Wat staat hier precies? Als iemand zich wilde buigen voor hem, wat deed hij dan? Dan pakte hij zijn arm en tilde hij omhoog. Nee, jij gaat niet voor mij buigen. Dan kreeg hij een kus van hem. Maar waarom? Kijk in vers 6. En naar die wijze deed Absalom aan gans Israël, die tot de koning ten gerichte kwamen. Die tot de koning, zijn vader, kwamen tot gerichte. En dat deed hij bij al die mensen. Die naar ze toe, ja. En zo stal Absalom het hart der mannen Israëls. De mannen van Israëls, hun hart was bij wie? Bij de koning David. Paulus zegt toch ook, de antichrist zal door vleierijen, zal die mensen verleiden. Paulus waarschuwt ook voor vleierijen of schoonspreken. Ja? Want dan worden wij gevleid. En daar zit een bepaalde reden achter. Dat die man jouw sympathie wint. Dat hij jouw hart krijgt. Dus Absalom deed dat. En een kus, ja. Oh, weet je, of, dikke maatjes. En ik heb het goed met je voor. Jij gaat voor mij niet buigen. Nee, en zo gaat hij de harten van die mensen stelen. Want zij bogen natuurlijk wel voor koning David. En zo mond hij het hart van hun. Dat was wat erachter zat. Dus je ziet, hij gaf wel die kussen, maar wat heeft hij toen gedaan? Een staatsgreep gepleegd. Ja? Nou, dus maar een klein voorbeeldje. Dus met andere woorden, dat zijn kussen om mensen te winnen. Nou, als we kijken naar de Korintiërs, Paulus zegt dat ook in zijn eerste Korinthebrief. En ook in de tweede, dus bijzonder, dat zegt hij, alle tweede brieven zegt hij, eindigt hij daarmee. Groet elkander met een heilige kus. Er zijn partijschappen. Ja? En als je een partijschap hebt, ja, wij willen gewoon de eerste zijn. Het draait om ons. De meeste aanhangers hebben. Ik moet mensen winnen. Paulus zegt, nee, groet elkander met een heilige kus. Laat het een oprechte kus zijn. Niet om mensen te winnen. Weet je wat die heilige, wanneer hij een heilige kus ziet? Hij is de opdracht aan hun. Hier staat in vers 12, u groeten al de heiligen. Dat is ook een groet. Dat zijn de heiligen van de plaats waar Paulus die brief geschreven heeft. Dat is in Efeze. Ik las gisteren een online Bijbel bij mij. Dat kan je dus instellen. Ik heb dat een keer gedaan per ongeluk. Ik kan het ook zo weer wegklikken, maar ik zag het opeens staan. Zie je ook elke keer een aantal van die notes erbij. Dus aan het eind van de brief staat dan bijvoorbeeld deze, de heilige aan het eind. En deze, het einde van de brief, geschreven, en dan staat het door Titus en Lucas vanuit Filippenzen. Ben je daarmee eens? Ik niet. Geschreven door Titus en Lucas. Wat is dat voor onzin? De brief begint met Paulus. En uit de Filippenzen is ook al niet waar, want hij is in Efeze geschreven. Maar zie maar hoe je attent moet blijven. Dat staat gewoon in de online Bijbel. Staat het er gewoon bij geschreven. Alsof dat waar is. Nee, daar klopt helemaal niks van. Hier staat, en u groeten al de heiligen. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dat nou erbij haal, eigenlijk net. Maar ik kwam er zo opeens op. Dat ik dat gisteren las. Maar u groeten al de heiligen. Dus, oh ja. Daarom zeg ik dat. Die heiligen, dat zijn de heiligen, dus in de plaats. En als ik online bij moest geloven, was dat dus vanuit de Filippenzen. Maar als je de Bijbelstudie doet, en je gaat een beetje bestuderen, en we hebben ook nog een aantal van die schemaatjes zo ervoor, dan zie je dat Paulus deze brief vanuit Efeze geschreven heeft. Dus dat zijn de heiligen vanuit Efeze. En die zeggen, brengen hun groeten over naar hun broeders die in Korinthe zijn. Waarvan jij zou kunnen zeggen, de Efeze, nou, dat is toch een gemeente waarvan je zegt, geweldig, hè? Die brief die hij daar geschreven heeft, een geweldige gemeente. En toch, die brengen hun gemeente ook over naar die vleeselijke Korintiërs. Ze kijken niet op hun neer. En ze brengen hun de groet over. Dat is nou die heilige kus. Ja? Van oprecht. Ze kijken niet op ze neer. Ze verachten ze niet. Nee, zij willen ook dat zij volmaakt zullen worden. Dat is dus nou een heilige kus, ja? Een warme, dat is nou die warme groet, ja. Dat is nou een heilige kus, een warme groet, zo zou je het kunnen zeggen, ja? Geen kwaadspreking. En als je kijkt in het lichaam van Christus en je kijkt zo in de wereld om je heen naar die kerken, zien wij dat dan ook, ja? Vaak om die organisaties gaat het om wie, ja,
hoeveel mensen zitten er bij jou in de kerk? Hoeveel zitten er bij jou? Vaak is het het beconcurreren van elkaar. Wie heeft het meeste succes? Vooral als je een beetje bekend wordt met namen. Hè? Dan komt die spreken of die. Ja? Nee. Groet elkander met een heilige kus. U groet al de heiligen. Geen kwaadsprekerij over elkaar. Niet neerkijken. Maar juist breng hun de waarheid, zodat ze opgebouwd kunnen worden. En dat ze misschien uit die strik van de duivel kunnen komen. Zondige natuur zit natuurlijk anders in elkaar. Nou, in vers 13. Dat is het verlangen van Paulus. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Dit wordt ook gebruikt als een zegen in de kerk. Toch? Dus de genade, ja, zo, ik zie het nog staan in de dominee dat hij zo staat. En dat heb ik ook wel eens gehoord. Kijk, nou moet je ook opletten. Dan zou je dus ook een beetje zo kunnen gaan praten. Ja, deugd niet en kwaadspreken, dat bedoel ik niet, hè? Zo bedoel ik dat niet. Maar dat, het was al dat commentaar vaak, dat weet ik ook nog, als ik het met iemand erover had. Nou ja, goed, heb ik niet goed geluisterd of dit of dat. Maar in ieder geval, hij heeft in ieder geval de zegen gehad. Nou, als het niet gaat, dan heb je de zegen niet gehad. Dat is wat. Dan ga je naar de kerk, dan heb je de zegen niet gehad. Want dit was de zegen die de dominee dan uitsprak. Maar zo is het natuurlijk niet, hè? Want wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Maar dit is wel een wens voor, van de apostel Paulus, het verlangen. En kijk in mij in nummer 6 even aan, in de Bijbel. Je ziet hier, in dat vers de drie eenheid God staan, hè? De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Dus er is ook een tekst om de drie eenheid God te laten zien. En zullen mensen zeggen, ja, dat kan je zo niet lezen. Nou, we zullen zo meteen nog een aantal teksten zien. Nummer 6, vers 24. Daar zien we nog een zegen staan, ja. Nummer 6, vers 24. De Heere zegen u en behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Dat heb je ook gelezen. Oké, okay, feit, dit is natuurlijk wat de Heere sprak tot Mozes zei. En dan zie je ook in vers 23, spreekt tot Aaron en zijn zonen zeggende: al zo zult gij lieden de kinderen Israëls zegenen. Zie je, zo worden wie gezegend? De kinderen Israëls. Maar wat zien we hier staan? Drie keer de Heere met hoofdletters. Drie keer de Heere zegenen. Is dat ook niet opvallend? Paulus spreekt in 2 Korinthe 13 ook over drie keer. Namelijk de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Hier zien wij wel drie keer de Heere, maar je ziet ook hier natuurlijk ook in verborgen vorm de drie eenheid Gods. Waarom staat er nou drie keer? Dat zien we vaker, ja. Het is drie in één. Genesis 2, wat zegt hij daar? Laat, u weet het, in meervoud. Wat zegt hij daar? Laat ons mensen maken. Ja, ook meervoud. Kijk met mij in Jesaja 6. De drie eenheid Gods. Dat is een moeilijk onderwerp. Of tenminste, moeilijk. Je gelooft het gewoon. Of niet, ik geloof dat gewoon. Voor ons is het ook geen probleem om dat te geloven. Wij zijn, maar er zijn, dat wordt ook aangevochten, ja. Gaan we eens naar de Jehovah-getuigen, ja. Ik had een keer aan de deur hier. En toen had ik een aantal teksten, ging daarover. Jezus is God en hebben zij een boekje bij zich. Van de teksten die door ons gebruikt worden. Die ze dan weten. Om dat te kunnen weerleggen. Want daar hebben ze natuurlijk een eigen uitlegging voor. Ja. Dus ze raken daarmee bekend en dan gaan ze zich op instellen. En dan krijg je weer een uitlegging die klopt allemaal niet. Maar goed, zo gaat dat. Maar in Jesaja 6, er zijn genoeg teksten. Vers 3. Ik zit verkeerd. Jesaja. Oh, zeg ik het nou goed? Jesaja 6, vers 3. Nee. Oh, nee wel. Kijk, en de Heer riep tot de ander en zeide: heilig, heilig. Heilig is de Heer der Heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Vader, Zoon, Heilige Geest. Heilig, heilig. Waarom staat er niet vier keer heilig? Twee keer.
één, heilig, heilig, heilig. Openbaring, dat zie je ook in Openbaring 4. Wat zeggen de ouderlingen daar? Heilig, heilig, heilig. Drie keer. Dat is niet voor niks hoor, dat het daar staat. Ja? De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Kijk met me mee in Matteüs 3. Matteüs 3, vers 16. Matteüs 3, vers 16. Het is een belangrijke tekst om te weten, ja? Over die drie eenheid God. Want wij geloven natuurlijk in één God. Ja? Maar die zich openbaart in drie. En toch één is. En er zijn allerlei uitleggingen over. Met allerlei tekeningetjes. Met de ei, je kent het wel. De ei, de dooier, het eiwit en de schaal. Ja? Het zijn drie elementen en toch is het één ei. Of water. Je hebt water, het is water. Dat openbaart zich in vloeibare vorm, in damp en in ijs. Dat soort dingen. Maar begrijp je het dan nog? Blijft moeilijk. Je gelooft het gewoon. En hier in vers 16. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend. Die tekst liet ik ook aan de Joden zien. En hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En zie een stem uit de hemelen zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welke ik mijn welbehagen heb. Wat zien wij hier? De Heer Jezus, Christ, God in het vlees geopenbaard. Ja, we zien de geest van God neerdalen uit de hemel. De geest van God in de gedaante gelijk een duif zat er. En je ziet de stem uit de hemel die zegt, dit is mijn zoon. Dus dat is het drie-eenigheid God. En we hebben net ook gelezen over de grote opdracht voor Israël. Matteüs 28, hè? Wat zegt hij dan? Doop hen in wat? In de naam van de Vader, de Zoon en des Heilige Geestes. 28 vers 19. Wat is daar bijzonder staan? Wat is daar bijzonder aan? Er staat namelijk niet in de namen. In de naam. Dus één naam, zie je het? Dus als het verschillende niet een eenheid was, maar er zouden namen staan, maar je ziet die in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geestes. Nou kijk, ik zal toch een kleine poging wagen. Ja, even kijken, je hebt hier God. Nou, dan hebben we hier Vader. Zoon. En dan de Heilige Geest. Is God Vader? Ja. Is God ook de Zoon? Of is de Zoon God? Ja. En is God, is de Heilige Geest God? Dan zeggen we ja. Ik zeg het eigenlijk niet goed. De Zoon, is die God? Ja. Is de Heilige Geest God? Ja. En is de Vader, is die God? Oh, dat heb ik wel goed gedaan. Nee. Kraak je door. Ja. Even winnen hoor. Zeg allemaal ja op. Maar de Vader is niet de Zoon. Nee. Is de Zoon de Heilige Geest? Nee. En is de Heilige Geest de Vader of andersom? Zeggen we nee. Zeg allemaal nee. Maar toch, de Heilige Geest is God, de Vader is God en de Zoon is God. Maar je kan, het zijn, ja, heb je weer een poging om het uit te leggen. Ja, maar dat blijft moeilijk. Maar je snapt, het, God, je hebt God de Vader, je hebt de God de Zoon en je hebt God de Heilige Geest. Het zijn drie zelfstandige eenheden, apart, en toch zijn ze één. Ja, namelijk God.
Dus ja, drie, zij zijn zelfstandig en apart. En dat kan je zo een beetje begrijpen, als je dat zo zegt. God, de Vader, is niet de Zoon. Want hij opent, dat zagen we net in het vers van Matthäus 3. Deze is mijn Zoon. Nou, dan zie je toch apart, de Heer Jezus Christus daar. En dus komt de stem uit de hemel. Dus de Vader, ja, die zit daar, openbaart zich. Ja, dat is de Zoon. En je hebt de Heilige Geest. Die zien ze alle drie apart. En toch zijn ze wel alle drie God. Nou, ik heb nog een aantal teksten erover, maar laten we eens even kijken naar, ja, Hebreeën 1 vers 8. Nog een paar en dan stop ik ermee. Hebreeën 1 vers 8. Een paar voorbeelden ervan. Dus, drie-eenigheid Gods is een term die niet in de Bijbel staat. Maar ja, de opname staat ook niet in de Bijbel. Worden wij opgenomen? Ja. Dus u noemt opname. De Heilige Geest, de Bijbel, leert het absoluut. En dan is het tekst met tekst samenvoegen. En we hebben ook een aantal teksten waar je het ook duidelijk ziet staan. Maar in sommige teksten zie je God, Christus is God. Zie je Christus en God in één vers. Of je ziet de Heilige Geest met de Zoon in een vers. Ja? En enzovoort enzovoort. Waardoor je duidelijk leert dat het een drie-eenheid is. Wij zijn ook naar het beeld van God geschapen. Ja? Wij zijn ook een drie-eenheid. Geest, ziel en lichaam. Nou, in Hebreeën 1 vers 8. 1 vers 8, ja. Maar tot de Zoon zegt hij. Wie is hij? Dat is God de Vader. Die zegt tot de Zoon. Uw troon, dus God de Vader zegt tegen zijn Zoon. God. Uw troon, o God. Dus God de Vader zegt tegen God de Zoon. Is in alle eeuwigheid de scepter uw koninkrijks is een rechte scepter. Dat is echt als Christus daar in het lichaam zoals wij zit op de troon. Hier op aarde. En dan zegt God de Vader tegen God de Zoon. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehad. En nou, dit is zo. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie de vreugde, uw medegenoten. Als ik het in mijn eigen woorden even zeg. Daarom heeft u, dat is God de Vader spreekt tegen zijn Zoon. Daarom heeft u, uw God, o God, gezalfd met de vreugde. Je moet het zelf eens heel langzaam lezen. Dan draai ik het om. Daarom heeft u, Christus, ja, uw God, dat is zijn Vader, o God, en dan spreekt u over, tegen Christus, gezalfd. Je ziet heel duidelijk de Vader, die is God, en de Zoon, die God is. Hier zie je niet de Heilige Geest staan. Ja? Maar je ziet duidelijk allebei God. Hoezo leert de Bijbel niet dat Christus God is? Titus 2 vers 13. Bladzijtjes ervoor. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dus hetzelfde, hij is mijn geliefde en oudste zoon. Zijn dat twee zonen? Nee, dat is één zoon. Als ik zeg, hij is mijn geliefde en oudste zoon. Als ik over mezelf spreek, nou, dan spreek ik niet over twee verschillende zonen. Dan spreek ik over één zoon, dat woordje en is een verbinding. Het gaat over twee dezelfde personen, hier ook. We spreken niet over God en dan ook apart Christus. Nee, Christus is God, onze grote God. En onze zaligmaker Jezus Christus. We verwachten niet twee goden die naar beneden komen. Verwachten maar één. Nou kijk, dat is in Hebreeën handelingen 5. Over God en de Heilige Geest. Met Ananias en Safira. Handelingen 5. Vers 3 en 4. En Petrus zeide, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld dat gij de Heilige Geest liegen zoude en onttrekken van de prijs des lands? Zo het gebleven waarde, bleef het niet uwe en verkocht zijnde was het niet in uw macht. Wat is het dat gij deze daad in uw hart hebt voortgenomen? Gij hebt de mens niet gelogen, maar goden. Ziet u de Heilige Geest? Hebben ze voorgelogen? En in vers 4 zie je, ze hebben God voorgelogen. Dat is God. Hier, hè? God. De Vader is God. En je hebt ook de Zoon. En je hebt de Heilige Geest, zie je? Nou, ik ga afsluiten met vers 13, 2 Korinthe 13. Er zijn nogal meer teksten, maar
2 Korinthe 13. Vers 13. Dus hier zie je de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Dat dat dus in hem mag werken, ja? Dat de genade van de Heer Jezus is. Wij hebben genade voor alles gekregen. En de liefde van God is geopenbaard in zijn Zoon. En de gemeenschap van de Heilige Geest, dat die met hun allen mag zijn. Dat is een gebed dat het ook in hun mag werken en produceren. Een goddelijk leven. En niet alleen voor hunzelf, maar juist ook vooral door hun naar elkaar toe. Ja? Zij met u allen, ja? Dat het ook andere genade zal geven. Paulus zegt ook ergens dat uw woorden zullen zijn dat ze genade mogen geven aan die ze horen. Dat wil zeggen dat het blijdschap en vreugde mag geven. Ja? Ook naar hun toe. Ja? Zij met u allemaal. Ja? Dat het voor jullie is, maar ook in jullie en door jullie naar de ander toe. Dat uiteindelijk Christus een gestalte in hun mag krijgen. Zoals hij in Galaten 4 vers 19 zegt. Dat Christus een gestalte in mag krijgen. Nou, en dan zal je zien dat de God des vredes en des liefdes is. Dat de liefde zal werken in hun. En de genade van God. De genade van Jezus Christus. Nou, dit was 2 Korinthe. We zijn nu mee geëindigd. Dus dat is een geweldig. Ik heb er heel veel van geleerd, moet ik zeggen, in die jaren. We zijn natuurlijk met 1 Korinthe begonnen. En 2 Korinthe, dus alweer jaren geleden. Maar dit is een hele actuele brief, absoluut, voor ons nog steeds in deze tijd. En ook, dat zal ook de Galaten is dat zo, want daar gaat het in feite om. Hè? De Galaten brief, mensen die van Paulus naar de wet gaan, naar een andere leer. En je hebt de Corinthiërs, ja, die werd ook lastiggevallen, de apostelschap van Paulus werd aangevallen. En die met de gaven en al dat soort dingen, en de tongen en dat soort dingen allemaal bezig zijn. Weet je, wat we nu ook natuurlijk volop zien wat mensen denken te moeten zijn. En deze brief wellicht dat. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken dat u in ons woont, Vader. En dat wij ook, het is aan de Korinthiërs geschreven, Vader. Maar in die brief aan de Korinthiërs staat ook dat die meent te staan. Zie toe dat hij niet vallen. Dus dat wij ook niet hoogmoedig worden, Vader, maar nederig blijven. En ons ook onder het woord stellen, Vader. En ons daardoor laten leren. En dat we het ook daarom op zijn waarde weten te schatten. En ook daaruit zullen leven. En dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Goed. Wie heeft er nog een liedje om te zingen?